UZV-Hallen was op 22 december het jaarlijkse minima-diner. Ter opluistering traden hier allerlei bekende Zwolse artiesten op. Dankzij vele sponsoren was dit weer een succes. Lisette, we staan hier bij de WZV-Hallen of in de WZV-Hallen en vanavond gaat het minima-diner beginnen. Mensen komen al binnen, maar wat doe jij hier? Nou, ik mag voor het vierde jaar op rij deze hele zaal vermaken. En dat doe ik samen met Ed de Jong en met Robin. We beginnen nu vast met de soep. Dus voor alle medewerkers, alle hulp, willen jullie de soep per tafel nu gaan uitserveren. En dan de opening en dergelijke komt straks allemaal. Goed, beste mensen, allemaal van harte welkom namens de vrienden van de herberg bij ons jaarlijkse kerstdiner. Ook dit jaar was het weer een grote uitdaging om de financiële middelen binnen te krijgen om dit aan jullie aan te kunnen bieden. En gelukkig is dat gelukt dankzij veel Zwollenaren, maar ook bedrijven die echt een substantieel bedrag hebben bijgedragen. Die zijn hier ook vandaag aanwezig. We hebben het over Brouwers Accountants, ik heb het over Werkman, ik heb het over Ernie en nog veel anderen en natuurlijk ook PBM Music en Events. Dus voor die mensen alvast een hartelijk applaus. Met natuurlijk ook de hoop dat ze ook volgend jaar weer gaan bijdragen, maar ongetwijfeld hoor ik dat vanavond. Dan wil ik graag het woord geven aan onze voorzitter van de Vrienden van de Herberg, die het voor de 29e keer organiseert met zijn team, Joop. Het is de 29e keer, maar ik wil toch de Koningskerk bedanken voor alle kerstpakketten. En onze Zwollenaar, onze minister, de waar dat jij er bent. Fijn dat je ook bent, Zwollenaar. Ik hoop dat jullie allemaal fijne kerstdagen krijgen en dat wij dit jaarlijks nog kunnen doen. Het is nu weer gelukt, 29 keer dus gedrukt op de 30ste keer. En de mensen die hier vrijwillig alles doen en dan ook bij ons in de keuken, geweldig wat jullie allemaal voor werk hebben verricht, want vanavond om 5 uur ging onze auto, die ging stuk.
En daar stonden we dus bij de herberg. Nou, hoe moest ik hier nog naartoe? Maar het is allemaal gelukt. En ik denk, met een goede wil lukt het altijd. En met al die vrijwilligers, daar bedoel ik ook mee de opscheppers. En niet te vergeten het koor. Het was geweldig. We gaan er een mooie avond van maken en wij kunnen u dus voor deze avond kunnen wij u het eten verzorgen. Maar als u naar huis gaat, dan is er nog een kerstpakket waar u dus nog een van de dagen daarna ook nog van kunt genieten. En ik hoop dat u dus ook een goede jaarwisseling hebt. En namens de Stichting Vrienden van de Herberg, wij zullen er de volgende jaar weer alles aan doen tot dit er weer is. Dankjewel. Heel erg bijzonder om direct naar Joop te mogen spreken, want Joop is natuurlijk zo'n fenomeen in Zwolle. Ik ben samen met Joyce al voor de 29ste keer dit mooie kerstdiner organiseert met al die mensen eromheen. Want kijk er eens om u heen, overal waar u die lichtjes ziet branden, daar staan mensen die daar ook een bijdrage aan willen leveren. Het is geweldig dat dat gebeurt en laten we dat gewoon nog maar een keer een applausje voor geven. Ik ben dit jaar 30 jaar Zwollenaar en ik ben er geweldig trots op om Zwollenaar te mogen zijn. En in deze tijd zit er steeds een lied in mijn hoofd en de tekst daarvan luidt: als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur, een vuur dat nooit meer dooft. En dat is denk ik ook heel erg toepasselijk voor wat hier gebeurt. Want we zijn hier met heel veel mensen bij elkaar, iedereen heeft zo zijn eigen levensgeschiedenis. En daar zitten vaak ook hele moeilijke dingen tussen. En wat is het dan fantastisch dat op een avond als deze het licht even aangaat. Dat we bij elkaar zijn, dat we met elkaar goed mogen hebben en dat we met elkaar mogen genieten van een mooi kerstdiner. Dat is een lichtend vuur in een wereld, soms ook een persoonlijke wereld, die best heel erg duister kan zijn. Ik hoop dat we met elkaar een hele fijne, goede avond kunnen hebben. Ook geweldige muzikale ondersteuning. Maar we hebben nog twee muzikanten die voor het derde jaar zijn. Dat is natuurlijk Lisette van Kuik en Ed de Jong, die gaan het vanavond weer voor ons doen. Dus ook voor hen natuurlijk een hartelijk applaus. Zeker niet. Ik wens u een hele fijne maaltijd toe. Dat we het heel gezellig met elkaar mogen hebben. En voor straks ook goede kerstavond. We hebben al heel veel mensen bedankt, terecht. We willen dankbaar zijn dat God ons dit geeft, dat we samen mogen zijn, dat we ook mogen denken aan het kerstkind. Ik wil deze maaltijd openen met een gebed van Toon Hermans. Heer, u wordt zo vaak gezien als de God van de vrome mensen, de God van een bepaalde groep. De God van een bepaald geloof. Maar u bent de God van alles en van iedereen. U bent ook, gelukkig maar, de God van de zondaars en van degenen die zich niet om u bekommeren. U bent een mensengod. Waar een mens is, daar bent u ook. Als dat niet zo was, Heer, zou ik niet meer durven bidden, want ik ben ook niet waardig dat u komt onder mijn dak.
toch zoek ik naar u. Altijd en overal. Toch wil ik het brood eten waarvan Jezus zegt, dat is mijn lichaam. Amen. Eet smakelijk. Thank you.
Duizend gele, duizend rode,
Nog een applaus voor mijn allerliefste oma, die bijna 83. Het ene laatste applaus is voor Jelita, voor de televisie, YouTube, ik weet niet hoe het heet, maar in ieder geval dank. En mag ik nog één heel groot applaus voor dat hele mooie kleine meisje. Ze heet Bibi en zij is de mascotte van vanavond. Lieve dames en heren, graag tot volgend jaar. Dag. Dankjewel, dankjewel. Ik sta hier naast Freddy Eikelboom. Ik heb begrepen dat jij, het is ten einde, hè, het minima-diner. Als je ziet hoe vlug alles ook weer opgeruimd wordt. Maar hoe heb je het beleefd vandaag? Ja, als alle andere jaren. Het is een event met dubbel gevoel. Hè? Aan de ene kant heel jammer dat het nodig is. En aan de andere kant is het gewoon weer heel leuk om het te mogen doen. Dankzij veel sponsoren die daar een bijdrage aan leveren. En een mooie avond te verzorgen voor 500 man en kids. Ja, ja, want ik heb ook veel kinderen gezien. Ik vroeg me inderdaad af van hoe kan het uit? Hoe kan het betaald worden eigenlijk? Ja, kijk, we proberen zo goed mogelijk in te kopen als het gaat om de catering. Dus dat is bijna tegen kostprijs, om het zo te zeggen. En als je je plaatje compleet hebt met hetgeen wat je nodig hebt, nou ja, dan ga je op zoek naar sponsoren. En gelukkig is dit een evenement waar veel bedrijven in de stad een goed gevoel bij hebben. En die doen daar graag een bijdrage aan. Maar natuurlijk ook heel veel particulieren. Ja, want ik heb begrepen dat de mensen ook een kerstpakket meekregen. Is dat ook allemaal van sponsoren? Ja, niet onze sponsoren. Dat is van Keer Zwolle. Dat zijn mensen van de Koningskerk. Die hebben ons jaren terug, toen wij begonnen met kerstpakketten, al deden. En het steeds moeilijker werd om dat voor elkaar te krijgen. Die kregen daar reuk van en die hebben ons daarin ondersteund. En die hebben nu ook een organisatie die gewoon ieder jaar zo'n 2500 pakketten klaarmaakt. Voor de Zwolse minima. In ieder geval voor mensen met een laag inkomen. Oh, dus niet alleen hier voor het kerstdiner, maar ook... Ja, ook. Ja. Er zijn meer organisaties en niet iedereen die kan hier naar binnen op zo'n avond. Maar goed, als je kijkt naar mensen die beneden de armoedesgrens leven, nou ja, dat zijn er meer dan 2500. Dus, Ja, en hoe wordt het bekeken eigenlijk? Hoe meld je je aan en hoe wordt gekeken of je echt een minima bent, zeg maar? Dat gaan we niet bekijken of beoordelen. We hebben daar geen rekenmachine voor bij ons. Maar wij nemen aan als mensen opbellen om hier te zijn tot ze hier behoefte aan hebben. Dat is één. En twee, het ook nodig hebben. Dus ja. Ik ga ze niet screenen of zo. Nee, oké. Okay. Nee, want dat is bij de voedselbank wel zo. Dan heb ik begrepen. Maar hier niet. Maar mensen kunnen bellen dan? En... Ja, mensen die op een gegeven moment begin november, dan gaan we met een persbericht naar buiten. Doen we eerst via de Heerbergkrant, die wij ook uitgeven natuurlijk. En dan ook de andere media. En de mensen krijgen daar dan geluid van en die gaan zich opgeven. Die bellen of mailen en we gaan het registreren. En als we op 470 zitten, dan zeggen we ja, het is vol. Oké, maar er kunnen er 500 in, geloof ik, hè? Klopt, maar je hebt ook nog steeds mensen die niet bellen of niet mailen, maar wel weten tot het is en hier al jaren komen. Dus daar willen we altijd een plekje voor vrijhouden. Oh, op zo'n manier. En moeten ze ook het zelf nog een kleine bijdrage doen of is het echt helemaal gratis? Het is gratis en het wordt bekostigd door sponsoren. Oké, nee, ik dacht misschien een kleine bijdrage, maar dat is niet zo. Nou, heb ik begrepen, voordat iedereen, niet iedereen dat weet, maar je bent de schoonzoon van Joop van Omme. Heb je het al een paar jaar overgenomen van hem? Of? Nou, als je het hebt over het organisatorische, dat doe ik al een aantal jaren. Maar goed, we hebben samen ook met nog een aantal toppers van mensen, de Vrienden van de Herberg. En vanuit die stichting organiseren we dit ieder jaar. Daar is Joop voorzitter van en ik ben daar bestuurslid van. En hoeveel jaar doe je het nu al? Ja, ik ongeveer. Ik ben al van 1993 bij zijn dochter, dus vanaf dat moment zijn we hier al bezig met kerstdiners. Oké, dus je werd meteen ingeburgerd in het hele gedoe. We doen allemaal mee en ook onze eigen kids, die nemen we hier ook in mee, die werken ook mee. En ja, het stokje moet overgedragen worden. Niet alleen nu, maar ook straks aan onze kinderen, tot het voort blijft bestaan. Ja, dat is wel heel belangrijk, maar het moet je ook maar net liggen, denk ik dan. Ja, als het goed is hebben ze de juiste genen, dus daar ben ik niet bang voor. En hoeveel jaar is dit diner hier al, minima diner? Het is nu voor de 29ste keer. Volgend jaar, de 30ste keer, doen we dat hier in de WZV nog, de oude hallen. En daarna gaan we naar nieuwe hallen en dan gaan we gewoon door. Oh, dat gaat wel gewoon door. Dat, oké. Alle goede dingen blijven we doen.
Okay, oh, dat is fijn om te horen, want mensen zijn soms bang van, gaat alles nog wel door en gaat het allemaal veranderen in die nieuwe hallen? Nee hoor, dit soort dingen zeer zeker niet. We gaan er gewoon mee door. Dat is fijn. Ja, Joop hebben we vanavond ook nog even gezien en die is ook nog heel erg betrokken. Dat merk je wel. Hij kan wat minder lichamelijk, zeg maar het is toch fijn dat hij er nog bij was. Ja, zeker. Zijn betrokkenheid en hij is nog steeds de drijvende kracht achter dit evenement. En hij doet daarin volop mee en geeft maximaal ondersteuning om hier een succes van te maken. Ja. En zijn jullie nog met andere dingen bezig voor Minima, zeg maar? We hebben natuurlijk al wel andere initiatieven die we ook altijd wel ontplooien, waaronder de Herbergkrant. Dat zorgen we ook voor dat mensen, zeg maar, die een heel laag inkomen hebben of niets hebben, toch in de gelegenheid worden gesteld om wat te kunnen verdienen. Met dit is dat denk ik wel even genoeg, want we hebben natuurlijk ook nog dingen waar geld verdiend moet worden om alles te bekostigen. Ja, dat snap ik, ja. Nou, het was in ieder geval vanavond een succes, heb ik gezien. Ja, het was wederom een succes. En ieder jaar gaat het beter en vlotter en sneller. En zoals ik net al zei, we naderen de perfectie nog niet. Dus we hebben nog wat stappen te zetten. Dus. Ja, maar ja, ik zei ook al van, volgens mij heeft niemand dat gemerkt. Dat heb je meer zelf, dat je dat... Nee, de gasten zeer zeker niet. En als je kijkt naar de vrijwilligers, we werken het liefst met de vrijwilligers die ook het jaar daarvoor zijn geweest. Die weten precies wat er moet gebeuren, hoef je niet uit te leggen. Nou, het is gewoon een geoliede machine. Vanochtend stonden de tafels al heel vroeg klaar met de couverts. En nu, ja, je ziet het, de zaal is al praktisch gewoon opgeleverd. Dus, dat gaat heel snel, ja. We dachten, nou, straks gaan die kerstbomen ook nog weg, maar die blijven gelukkig even staan. Ja, die blijven mooi staan. Nou, ik vond het heel, heel leuk om te zien, ook heel goed om te zien. En dat ook de sfeer zat er heel goed in. En ik wens je nog heel veel succes de komende jaren met alles voor de Minima. Ja, dankjewel, doen we graag. Wij hebben net Freddy wat leuks aangeboden. De komende jaren gaan we hem ontzorgen. En we zorgen dat er ieder jaar een goed stukje muziek staat. Gezellig, kinderkoor. Tijdens dit Minima-diner. Maar de adrenaline zit nog wat hoog, dus ik kan het even niet bedenken hoe of wat. Maar ieder jaar gaan we er... Oh, ik dacht, doordat de adrenaline hoog zat, dat je nog meer aan ging bieden. Nee, zo is het genoeg zo. Dus... Nee, maar dat is heel leuk. Dat vinden we leuk, dus... Dat is heel mooi om te horen, dan zit dat alvast goed. Ja, zeker, want Lisette en Ed, samen duo headset, geen setje, maar wel muzikaal. Ja, die ondersteunen ons nu volgens mij voor de derde keer inmiddels. En vierde keer alweer, nou moet je nagaan. We gaan de tijd snel en dat doen ze gewoon geweldig. In de jaren daarvoor hadden we nooit zoiets van muziek erbij, want ja, dat... Maar goed, zij doet het zo geweldig, blijven we graag doen. Ja, ik merk ook dat de mensen dat heel, heel leuk vinden. Juist een beetje meedoen en zo, dat was heel gezellig. Zou je nog wat grappigs vertellen? Ieder jaar als wij hier afbouwen, komt de grote baas naar ons toe en dan zegt hij, leuk gedaan. Maar had hij vorig jaar niet, kom je volgend jaar weer. Maar dat had hij vorig jaar niet gedaan. Toen dacht ik, nou ja, weet je, voor de vierde keer headset aan je kerstdiner is ook wel een keer genoeg. Tot voor een paar weken terug zei hij, kom je nog een keer? Toen zei ik, nou vind ik hartstikke leuk, maar er moet wel een beetje meer power nog bij. Ja. Nou, toen zei hij, ik geef het helemaal aan jou en verras me maar. Dus ben je verrast? Ja, dat was hartstikke leuk. Goed zo, nou. Blijf verrast, hè? Ja, oké. Okay. Nou, wel trusten voor straks. Ja, nou, heel hartelijk bedankt en tot volgend jaar.